Als je binnenkomt, zie je als eerst dit. Ik heb dit ontworpen. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is een soort van weekendvlog. Het is vandaag vrijdag. En voor de mensen die me op Instagram volgen, die weten dat ik een post heb geplaatst waarin ik vertelde dat ik een soort van social media break neem. Ja, het is niet echt een break, want social media is onderdeel van mijn werk. Ik verdien er mijn brood mee. Dus ja, ik ben er best wel op actief. Maar ik merkte dat het gewoon een hele grote afleiding voor me was. Helemaal deze afgelopen tijd, want ik moest me focussen op mijn tentamens. En ik vond het heel erg pittig. Ja, social media kan heel erg nuttig zijn en inspirerend zijn en een toevoeging hebben voor je leven. Maar het kan ook een hele grote afleiding zijn. En dat was het voor mij. Dus ik neem een beetje afstand. Maar ik wil nog steeds wel video's gaan maken. Want dat is wel wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik heb deze week al 2 tentamens gehad. Mediapsychologie en mediaethiek. Het waren open tentamens. Dus ja, geen meer keuzevragen. Dat is heel erg nieuw voor mij hier op het HBO. Dus ik heb echt geen idee hoe het is gegaan. Ik laat het wel allemaal op me afkomen. Ik moet ook dit weekend, vandaag en dit weekend en begin volgende week, gaan leren voor rechten, mediarecht. Dat is wel meer keuzetoets, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar dan zijn jullie een beetje op de hoogte van hoe ik nu in het leven sta. En daarna, na mijn laatste tentamen, die week daarna, start ik met mijn stageperiode van 3 maanden. Dus dan zal ik weer een heel ander ritme hebben. En dan moet ik daar ook weer opnieuw in gaan komen, maar we gaan er het beste van maken. Maar naast dat ik dit weekend ook moet gaan leren en op school moet gaan focussen, ga ik iets leuks doen. Ik ga namelijk met Richie een weekendje weg. En daar had ik heel veel behoefte aan. En vanavond gaan we ook lekker uit eten. Ja, even een beetje quality time. En daar heb ik super veel zin in. Vandaar dat ik dacht, laat ik gewoon even de camera bij pakken. Ik heb afgelopen week 2 pakketjes binnengekregen die ik al heb uitgepakt. Eentje van Chiquelle en eentje van Monki. En het leek me wel leuk om een soort van try on haul even snel te doen. Dus hier komt het. We beginnen met de items van Chiquelle. Ik zal alle linkjes ook al even in de beschrijving zetten. Ja, dan hebben we een ander shirtje wat ook een beetje doorschijnend is. Het is ook al verstandig om iets hieronder te doen. Misschien een mooie bralet. Want ik merk dat ik dit niet heel erg chill vind. Dan hebben we een trui. Je zou hem ook wel met een topje kunnen dragen, want dan is hij iets minder bloot. Maar je kan hem ook gewoon zo dragen. Dan heb ik hier een mega comfortabele broek. Ik denk dat ik dit voornamelijk thuis zou dragen en niet echt in het openbaar, want het lijkt op een pyjama. Heel eerlijk, hij zit comfortabel, maar ik heb zelf geen platte buik, wat overigens heel menselijk is. Maar dat zie je gewoon heel erg. Of ja, als je een buikje hebt, zie je dat gewoon. En dat is minder mooi. Maar gewoon als thuis, chill broek, top. Dan heb ik een nieuwe jas van Monki. Hij komt echt ruim over mijn enkels. En hij is een beetje aan de grote kant. Maar dat vind ik juist heel erg chill. Want als ik in de winter een trui aan wil doen, dan zit het niet zo strak. Dus vandaar dat hij wel wat ruimte heeft. We gaan weer terug in de tijd. Vroeger droeg ik heel veel van die flannel blousjes. Maar deze vind ik echt super leuk. En ik merk dat ik het nu ook weer heel erg leuk vind. Ik denk dat dit wel een favoriet van mij is. Helemaal omdat die heel erg basic is. Daar hou ik van. Hij is wel een klein beetje laag. Maar niet vervelend laag. Dat het heel erg inkijk heeft. Je kan er eventueel nog wel een topje onder doen, maar dat is voor mij niet echt nodig. Ja, ik vind deze heel erg leuk. En dan hebben we nog 1 item en dat is een jurk. Laat vooral hieronder in de reacties achter welk item uit mijn mini shoplog jullie het leukst vonden. Dit is een soort van overslagjurkje. Je kan je been nog zien. Maar aan de ene kant geeft me dit een soort van badjas vibe. Maar als je het stijlt met een leuke hak, leuk tasje, mooie sieraden, dan is het nog best wel netjes. Ik heb nog iets wat ik met jullie wil delen, waar ik zo excited over ben. Ik ben namelijk overgestapt van YouTube Network, oftewel MCN, Multichannel Network. Ik zat
heel lang bij dezelfde. Misschien kennen jullie de naam wel, Age Network. Ja, daar was ik YouTube partner bij. Voor de mensen die niet weten wat een MCN is. Ze supporten je YouTube kanaal, marketingactiviteiten zoals samenwerkingen. En als je ergens hulp bij nodig hebt, dan zijn zij er voor je. Dus een soort van management. En ik heb besloten om naar een ander management te gaan. Of nou ja, ja MCN. Namelijk RTL MCN. Ik ben heel erg excited, want ik ben benieuwd wat mij dat allemaal gaat bieden. Het was een grote stap. Ik moest heel lang nadenken of ik dat wel wilde doen. Maar ja, ik zie het als een nieuwe kans, een nieuwe deur tot misschien wel succes. Ik heb geen idee, maar ik wilde dat even laten weten. Want ja, deze week was ik daar ook geweest om contract te tekenen. We aten taart. Het was echt super leuk. Dus dan zijn jullie daar ook van op de hoogte. Ik weet niet of jullie daar wat aan hebben. Maar ik wilde het gewoon delen. Oké, nu ga ik de kleding weer opruimen. Want ik heb echt een mess gemaakt. Wij zijn uitgenodigd om bij Alice te gaan eten. We hebben al een keer eerder hier gegeten. Maar dan in Antwerpen. Dus niet hier in Amsterdam. En ze hebben een nieuw menu. Ik ga iets van het nieuwe menu nemen. Namelijk dit. En ik ben er zo erg benieuwd naar. En ik ben met mijn date. Hi. Hi. Ik heb een zalmburger en jij hebt meat lover. En dan hebben we uieringen en churros. Ja, ander soort. Oh, ja. Sweet potato. Nee, potato. Gewoon aardappel. Churros. Lekker. Lekker? Lekker. Ik wilde zeggen dat ik heel lekker heb gegeten. Het was echt zo chill. En ik zit vol. Het is zaterdag en ik ben nu niet thuis. We zijn aangekomen in het hotel. Niks gesponsord of zo. Gewoon lekker een weekendje weg. En ik ben zo blij. Daar zit Rich. En ik dacht misschien is het wel leuk om een kleine roomtour te geven. Want het interieur is zo ontzettend nice. Als je binnenkomt zie je als eerst dit. We hebben hier een spiegel. Mooie OOTD spiegel trouwens. Ik heb een nieuwe trui. En dit is niet zomaar een trui. Ik ga namelijk heel spontaan eigen kerstmerchandise uitbrengen. Dus ja, draag hem alvast. Maar hier komt binnenkort meer informatie over. Oeh. Dan hebben we het woon/slaapkamer gedeeld. Het is een loft. Volgens mij. Het was suite. Het was junior suite. Loft was iets anders. Maar we hebben hier het bed. Ik had gezegd dat we iets van romantiek wilden. Dus we hebben rozenblaadjes en bubbels. En dan zit hier, is dit een gelukskoekje of zo? Ja, vet cute. En dan is dit wat er boven staat. Heel veel leuke decoratiedingen. Daar kan je mij echt blij mee maken. We hebben een kast. Van mijn spullen heb ik daar gedropt. Een beetje lelijk. Maar ik zei, dit is ook heel erg cute. Klein detail. Een tv. En een hele mooie plant. Hij snapt volgens mij. Ja, maar hij is wel mooi. Ja, Rit zit al op de bank. Heel chill. Dan kan je gewoon... Dan hoef je niet per se in bed te liggen. Toch een beetje een woonkamergevoel. Een poefje. En daar zie ik ook nog wat. Een soort van kledinghanger... systeem. Heel leuk. En dit is het uitzicht. Heel erg. Oh, je ziet mij. Nee, ja, we kijken uit op een kerk. En op een weg. En op een soort van terrasje. Dus prima. Ik heb dit liever dan dat je tegen de muur aankijkt. Vind je het een leuke kamer? Zeker. Ja? Oh, het licht hier is mooi. Vanaf hier. Oh ja, helemaal vergeten. De badkamer natuurlijk. We hebben hier ook nog leuke spiegels. En de badkamer maakt mij heel erg blij. Beetje echoig. Dat is iets minder. Maar we hebben een bad. Marmer. Dit is ook zo ontzettend schattig. Oh, ik vind het jammer dat het heel erg echoot. Want ik wil eigenlijk hier een video gaan opnemen. Maar ja, weet je, niks aan te doen. Maar dit is de badkamer. In het hoekje nog een douche. Oh, ziet er zo cute uit. En dat was... de tour voor nu. En wat gaan we doen, Rich? Chillen. Maar ja, ik ga chillen. Jij gaat filmen. Zullen we eerst even een drankje doen?
Why not? Cheers! Cheers! Wij zijn nu bij het restaurant Jasmijn en ik. En we hebben dumplings. Hoe heet het hier? Boeddha. Boeddha buikjes. Nou, we hebben Boeddha buikjes. En de rest van ons eten komt er zo aan. Goedemorgen. Het is de volgende dag. Het is zondag. En het is 8:30 geweest volgens mij. Het bed lag uitstekend. Alleen de muren hier zijn mega gehoorig. Dus we horen van alles en nog wat. En het waaide ook heel erg hard. En naast ons, buiten, zeg maar bij het gebouw, hangt er een vlag. En die hoorden de hele tijd. Op een gegeven moment waaide het niet meer, dacht ik. Maar het was zo erg gehoorig. En naast het hotel is ook een kerkklok. Dus gisteravond hoorde heel vaak de kerkklok. Dat was zeg maar minder. Maar dat terzijde, het bed lag lekker. En dat vond ik chill. Maar we gaan straks naar het ontbijt. En dan gaan we even lekker ontbijten. Daar heb ik heel veel zin in. En ik heb even mijn bril op. Want ik had even geen behoefte aan mijn lenzen. Hij zakt al een klein beetje af. Ik kreeg vroeger echt zo vaak gezeik over mijn bril. Want voordat ik een lens had, had ik echt al jarenlang een bril. Maar ik kreeg dus heel veel gedoe of ja, reacties over dat mijn bril niet goed op mijn neus zat. Nou, hij zat wel goed op mijn neus. Hij kon niet verder, want ik heb hier een bepaald neusbotje niet. Heel veel Aziaten ja, hebben een bepaald neusbotje niet. Dus vandaar dat hij dan zo laag zit. Ja. Dan weten jullie dat ook, maar ik heb even geen zin om mijn lens in te doen. Dus vandaar dat ik even met mijn bril door het leven ga. We hebben ontbeten. Het was echt super lekker. En zoals je kan zien heb ik heel anders aangetrokken. Mijn merch. Oeh, licht. Lekker spontaan ook. Nee, niet zo lang geleden had ik contact met een webshop genaamd Sissy. En zij vroeg aan mij of ik interesse had in eigen merchandise. En back in the days heb ik wel eens merchandise gehad. Maar ja, ik dacht er als het ware niet aan. En toen vroegen ze, ja, lijkt het je leuk om iets met kerst te doen? En toen dacht ik, ja, ik hou van kerst. Dus ik heb dit ontworpen. Hier een candy cane. Twee candy canes in een vorm van een hartje. En daaronder staat grateful. Het is de periode dat je extra dankbaar kan zijn van, ja, voor dingen. En het leuke is dat het design ook in de buurt van je hart zit. Maar het hartje bij je hart. En ik vind het echt super leuk. En ik vind het oprecht een hele fijne stof. En ja, mocht je het zelf ook willen, dan zou ik zeker Sissy in de gaten houden. En ook mijn social media kanalen, want ik zal wel verder over gaan delen. Maar echt no joke hoe zacht dit is en warm. En ik hou ervan. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe, weet ik veel, winterse trui, comfy trui. Haal deze. Hij is leuk. Hij zit lekker. Ja. Hallo. Het is inmiddels dinsdag vandaag. En gisteren heb ik de hele dag geleerd. Dus ik was ook helemaal vergeten om zondag mijn vlog af te gaan sluiten. Niet dat dit nu het einde is, want ik heb nog heel veel te vertellen. Maar ja, zondag waren we dus nog in het hotel. We waren rond 12:00 uitgecheckt. En toen gingen we direct weer door naar Amsterdam, want ik moest aan school. Uiteindelijk had ik geen energie. We waren echt kapot. Heel gek. Altijd als wij een weekendje weggaan, dan ga je ervan uit dat je dan tijdens het weekendje weg lekker tot rust komt. Maar dat hadden we niet. We waren gewoon die hele zondag kapot. Dus vandaar dat ik ook niet had gevlogd. Ik ga mijn camera even neerzetten. Zo. Maar vandaag, of vanavond, het is nu al einde middag. Ik heb vanavond een première. Mijn allereerste kerstpremière van dit jaar. Ik neem mijn huisgenootje mee. Dus we gaan straks naar de bioscoop. Ik heb een kersttrui al aan. Hij is echt kapot warm. En over kerst gesproken. Vandaag, wanneer deze video online is gekomen, heb ik mijn kerstmerch gelanceerd. Want eerder in deze video had ik er wat over verteld. Maar ik wist nog niet zo goed wanneer de lancering zou zijn. Maar hierbij kan je ze bestellen. En nu, tijdelijk, ik weet niet voor hoe lang. Maar je kan tijdelijk met 10% korting de truien gaan halen. Ik zal een linkje hieronder in de beschrijving zetten. En mocht je die trui hebben gehaald, stuur dan een foto via Instagram
of hoe dan ook. Lijkt me echt super leuk om te zien. Ik heb hem op dit moment niet aan, omdat ik dacht, hey, ik heb deze trui ook. Ik ben deze ook een keertje even aan gaan doen. Maar ik ben echt van plan om in die trui te gaan leven. Afgelopen dagen leefde ik er al in. Maar ja, ze moet ook de was in. Maar dan weet je niet dat. Ik ga zo naar de première. Ik heb er super veel zin in. Trouwens, de film waar ik naartoe ga is Last Christmas. Ik ben heel erg benieuwd. En om even snel te laten zien wat mijn outfit is. Deze trui dus. En een rok. En dan wil ik mijn trui in mijn rok proppen. Ik heb het nog niet helemaal goed gedaan. Maar dat is het idee. Het is inmiddels de volgende ochtend alweer. De film was oprecht heel erg leuk. Er zat een twist aan. Ik ga niet te veel spoilen. Maar ik zat echt zo van... Oké. Maar het was wel heel erg leuk. Zeker een aanrader als je van kerstfilms houdt. Helemaal van romantische comedies. Ja, ik vond hem leuk. Hierbij wil ik deze vlog ook gaan afsluiten. Ik ga nog eventjes leren. Ik heb hier mijn... heel mooi. Ook een hele mooie stil. Nee, dat is een hoorcollege van het vak rechten. Ik heb straks om 9 uur. Het is op dit moment net 7 uur geweest. 9 uur heb ik mijn tentamen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Met tentamens denk ik gewoon, ik wacht af en ik doe mijn best en meer dan je best kan je niet doen. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. Nogmaals, laat vooral weten of je mijn kersttrui gaat halen. Zou leuk zijn. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Doei!